Aanvoerder Warner Haan, de kleedkamerdeur bleef heel lang dicht. Wat is er allemaal besproken? Ja, nou ja, eigenlijk weinig. Iedereen was gewoon stil. Iedereen was boos. Het was gewoon een slechte wedstrijd van onze kant. We gaf gewoon niet thuis. En je ziet dat we de eerste helft gewoon onder controle hebben en de tweede helft ook nog steeds. En door een knullige 1-0 en door een dom afstandsschot dat die jongens zo vrij kan staan, dan kom je 2-0 achter. Ja. En dan laat toch helemaal niks meer zien. En dan is dit gewoon heel slecht van onze kant vandaag. Toch zag je het een beetje aankomen. Hè? Ze begonnen er meer in te geloven. Omdat jullie eigenlijk ze een beetje in leven hielden. Ja, kijk, vooral de eerste helft. Kijk, we kregen dan een paar aantal goede kansen. En die moet je dan gewoon afmaken. En dan zie je dat tweede helft. Het publiek begint er ook in te geloven. Want voor de rest, het eerste wat zij eerste helft hebben gedaan, is die bal alleen maar naar voren hebben geschoten. Ja, dan was dit gewoon zo slecht van onze kant. Dat we de tweede helft zo ver laten komen. En, ik kan er eigenlijk weinig meer over zeggen. Ja, hopelijk valt de schade mee. De nummer 2 Eindhoven verliest ook. Mogelijk later dit weekend ook nog Tilburg, Willem 2. Kijken jullie zo? Nee, kijk, we moeten nu niet aan kijken. We moeten gewoon lekker naar onszelf kijken. En we moeten zelf onze eigen wedstrijden winnen. En in ieder geval beter gaan voetballen dan dat we nu doen. En dan komen de punten vanzelf wel. En ik denk dat we eerst morgen even goed moeten gaan zitten. En dan vervolgens alle neuzen dezelfde kant op. En dan gewoon richting de wedstrijd van vrijdag Emma uit. Het mag geen excuus zijn, maar jullie spel maken, jullie smaak maken. De man in vorm ging één dag voor de wedstrijd weg. Joël van Nief. In hoeverre speelt dat mee? Nee, ja, dat vind ik onzin. Kijk, als hij vorige week geen 2 vrije ballen erin had geschoten, had niemand erover gehad. En nu, omdat hij 2 vrije ballen erin schiet, is hij opeens onze spelmaker. Dat vind ik een beetje overdreven. Nou, hij is wel belangrijk, zeker met dode spelmomenten. Wel ja, maar ja, Dordrecht is niet alleen maar dode spelmomenten. We hebben ook genoeg wedstrijden zonder hem gewoon goed gespeeld. Ook aan het begin van het seizoen. En ik vond gewoon dat we dit als team moesten oppakken. En niet dat we zo afhankelijk zijn van Joël. Wat is er waar van het gerucht dat Go Ahead Eagles nog geprobeerd hebben om jou tot het eind van dit seizoen te huren? Nou ja, ze hebben geïnformeerd, maar meer niet. En voor mij is daar geen sprake van. En ook voor Dordrecht. Dus het was snel afgedaan. Ja, want jij wil gewoon met Dordrecht nog altijd kampioen worden. Natuurlijk, jullie staan er gewoon nog goed voor. Dit moet een incident zijn. Ja, dat is maar beter ook. En we moeten er gewoon volgende week weer staan. En morgen kunnen we nog even over deze wedstrijd hebben. En dan is het gewoon klaar. En dan moeten we zorgen dat volgende week gewoon beter is.